Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Ik heb echt fantastisch nieuws. Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar we gaan vandaag weer kijken naar een van de kansenpaden van onze samenleving. Maar voordat we daarmee beginnen, ik heb spijt. En mijn spijt komt voort uit mijn laatste video die ik over Nick op hei gemaakt had. Die met een IQ van 45 crypto tips probeert te verkopen aan mensen. En 1-op-1 coaching aanbiedt waar die 24-7 voor je klaar staat. Ik heb spijt en kijk, daar ben ik ook alweer. Want soms doe je dingen die goed zijn en soms doe je dingen die niet goed zijn. En ik ben dan ook wel iemand die iemand helemaal kapot kan maken. Maar ook wel als ik iets niet goed doe, dan durf ik het ook te zeggen. Nick had namelijk een reactie geplaatst op mijn video. Een story had hij geplaatst. Mijn grote fout is eigenlijk dat ik ben vergeten om die story op te nemen. Oh mijn god. Maar wat hij zei stond natuurlijk weer helemaal nergens op. Het was een beetje zo van, natuurlijk met veel die over... jongens, er is een video over mij gemaakt. En kijk, het blijkt maar weer, ze willen me niet goed zien. Wat? Ik wil je best goed zien. Ga wat goed doen ook. Maar niet dit. Maar ik wil je op zich best goed zien. Dat maakt me echt geen donder uit. Ze willen me niet goed zien. En een paar andere dingen. Toen kwamen er een paar argumenten. In ieder geval, dat boeit me niet. Ik baal gewoon zo dat ik het niet heb opgenomen. Daar hadden we nog even om kunnen lachen. Dat zou toch leuk geweest zijn. We willen het niet goed zien. Wat ik wel goed vind om te zien, is dat hij wat kleine aanpassingen heeft gemaakt. Daar gaan we zo naar kijken. Maar eerst, tijd voor de sponsor. Omdat ik binnenkort waarschijnlijk veel geld kwijt ga zijn aan het kopen van cursussen van cursusverkopers, hebben we vandaag een sponsor. Want CyberGhost VPN heeft mijn video's gezien en dacht, dit vinden we leuk. Wij gaan jou sponsoren. En dat komt goed uit, want CyberGhost VPN is de meest excellent gereten VPN op Trustpilot. Ik gebruik CyberGhost VPN al jaren en ik gebruik het bijvoorbeeld om voetbal in het buitenland te kijken. Want soms kan je niet voetbal kijken in het buitenland, omdat hij dan zegt, ja, je bent niet in Nederland, dus je mag niet kijken. Nou, dan open ik CyberGhost VPN en dan klik ik op een VPN in Nederland en boem, je kan gelijk voetbal kijken. Dat is toch fantastisch. Dus hier trouwens ook een paar landen zijn waarin je mijn video's niet kan kijken. Met CyberGhost VPN heb je daar geen last meer van. Moet ik zeggen, als je in die landen bent, voor mij zijn die landen echt Syrië en zo. Dus ja, ik weet niet waarom je daar zou zijn, maar stel je bent daar. En stel je zit lekker iets te kijken op Prime Video of zo en in het buitenland staat er niet op, omdat het alleen in jouw land erop staat. CyberGhost VPN. Veilig surfen op het web zonder dat allemaal mensen je identiteit stelen en dat soort dingen. CyberGhost VPN. Weet je ook altijd zo moe van worden dat ze dan zeggen, ja, je mag niet delen van blablabla. Niet bij CyberGhost VPN. 1 account, 7 devices. Een pc, een laptop, een telefoon, alles kan. Dus als jij het koopt, kan jouw hele familie, tenzij als je echt een hele grote familie hebt, op jouw CyberGhost VPN account. Dat is wel fantastisch. Kunnen jullie allemaal op vakantie, dezelfde serie kijken als in Nederland. Kan je net zo goed in Nederland blijven trouwens, maar goed. Ik heb wat moois voor jullie. Je kan je aanmelden hier beneden en dan krijg je 45 dagen niet tevreden geld teruggegaan. Plus, wanneer je de link hier in mijn beschrijving gebruikt, krijg je 84% korting. Dat betekent dat het maar $2,11 per maand kost. Dat is echt, dat is echt bijna gratis. €2. Dat is echt helemaal niks. Kijk, ik heb hier al €1. Dus 2 keer dit. En om het nog mooier te maken, geef ik jullie ook nog 3 maandjes er gratis bij. Probeer het nu. Linkje in de beschrijving. Daar zijn we weer op de website van Nick. Ja, ProJas. Hij heeft wat spelfouten weggehaald. Dat vind ik echt fijn om te zien. Dus hij heeft wel wat gedaan met mijn feedback. Daarnaast heeft hij ook alle neppe reviews weggehaald. Want, ja, hij zou dit waarschijnlijk ook opgezocht hebben. Nep reviews en misleidende zoekers staat vanaf mei 2020 wettelijk verboden. Ja, hij had natuurlijk enorm... Ja, echt, zijn reviews waren natuurlijk echt heel nep. Want het waren stokfoto's die hij gebruikte. En je kan daar best wel een straf voor krijgen. Namelijk 4% van de omzet van het bedrijf in het betrokken land. Ja, nou komt hij uit Limburg. Dus dat is natuurlijk een klein stukje, maar... Geintje natuurlijk. Geintje. 4% van je omzet. Dat is niet je winst, hè. Bij hem kan dat echt al gauw op een jaar... €40 zijn met €1000 omzet. Als 1 iemand coaching kopen. Als 1 iemand nog minder IQ heeft dan Nick op hei en die coaching koopt, dan moet je dus 4% daarvan afstaan, omdat je 3 neppe reviews op je website staan. Kijk, dan heb je ze nu al weggehaald, dat is fijn. Maar als er ook maar iemand is die het aangeeft met mijn video als bewijs, ben je alsnog een lul. Ik ga het niet doen, want ik heb er geen zin in. Maar het feit dat je ze weghaalt, laat wel zien dat je goed door hebt dat je zelf fout zat. En hij heeft dus wat spelfoutjes weggehaald, dus dat is goed. Trouwens, Nick, ik wil je even een tip geven. Hierboven staan dat je een 4,8 uit 5 sterren hebt. Dat mag dus ook niet. Je moet ergens naartoe linken waar je kan laten zien dat het zo is. Ik zou het snel weghalen. 4% van je omzet is echt zonder geld. Wat jij ook zei trouwens, dit is een ding. Je geeft hier, lijkt alsof je financieel advies geeft. Dan heb je in je algemene voorwaarden staan dat je geen financieel advies geeft. Want dat mag je helemaal niet doen. Want jij, ja, je hebt helemaal geen opleiding gedaan. Sowieso niet. Maar in ieder geval zeker niet met financieel advies. Maar je moet het ook op je homepage hebben staan dat geen financieel advies is. Dat is belangrijk. Want alleen je algemene voorwaarden telt niet. Zoek het maar op Google. En hier staat, wij zorgen voor extra inkomen met crypto. Dat mag je niet beloven. Dat mag niet. Weet je wat je ook kan doen? Flikker gewoon de website offline. Oké, nou. De volgende persoon waar we het over gaan hebben is een oud YouTuber. En het is niet Gerlanko. Trouwens, ik krijg van Gerlanko veel scheid binnen. Dat is echt niet normaal. Ik ben alles aan het verzamelen voor een tweede video. Het is echt ongekend. Het is echt bizar. Hoe hij mensen probeert binnen te hengelen is echt leugen na leugen na leugen. Komt later. We zien hier YouTuber Gekkies. Die maakte 3 jaar geleden video's. En die hebben echt veel views. Deze heeft bijvoorbeeld 413.000 views. Ja, dan gaat hij heel hard ronddraaien en schreeuwen. Goed, hij maakt een YouTube-video. Ja, ik kan dit niet aanzien. Ik vind dit zo ongemakkelijk. En ik moet zeggen, met bankjes zijn we soms ook wel tegen de asociale kant aan. We proberen eigenlijk niet over het randje heen te gaan. Soms ja, mislukt dat. We proberen in ieder geval met name andere mensen niet te filmen. Daar heeft deze persoon een stuk minder moeite mee. Oh. Maar goed, moet je het lekker zelf weten. Hij maakt in ieder geval video's, dat werden best goed bekeken. Maar kijk, als hij alleen video's zou maken die goed bekeken zouden worden, dan zou hij niet nu in deze video zitten. Dat weten we allemaal. Dan zou ik over heel veel andere mensen video's kunnen maken. Nee, nee, nee. Hij stopte met YouTube tot zijn comeback. Yes! Ah, doodziek. Een ruwe Range Rover. Is het nou een flesje absoluut vodka of gewoon water? Het lijkt wel, het is, kan of water zijn of absoluut vodka. Ja, als het absoluut vodka is het natuurlijk heel skeer. En dat lijkt niet. Want als het absoluut vodka is, dat zou je niet in een video doen. Dat kost een tientje zo'n fles. Dus zal het water zijn. Wat goed is. Want alcohol doet je denken de mind shut up. Vergeet het niet mensen, vergeet het niet. Echt helemaal... Kijk, ik ben niet, ik wil het liefst niet op uiterlijk afgaan, maar hij heeft helemaal geen kin. Zie je dat? Maar ik ben ook lelijk, dus je kan ook genoeg over mij zeggen, maar hij heeft helemaal geen kin. Zie je dat? Dat vind ik echt bijzonder. Nou, hij is in Dubai, dat verwacht je niet, want Dubai, daar gaat eigenlijk niemand naartoe die dit doet. Louis Vuitton. Gek. Oh, kijk. Hey, zou ik jullie een leuk feitje vertellen, mensen? Dit is een leuk feitje. Kijk, deze auto's zijn geleend. Ja, als in, het zijn niet zijn eigen auto's. Maar hoe je dat kan zien vaak, is in Dubai werkt het zo dat je die kentekens hebt. Zoals je het kenteken ziet. En dat gaat op basis van hoeveel cijfers je hebt. 5 is het goedkoopste. Dus als je 5 dingen hebt. En dan 4 is duurder, 3 is nog duurder, 2 is nog duurder. En niemand gaat een hele dure auto kopen. En wel met zo'n keer kenteken. Want iedereen denkt van, oh, die is geleend. En het maakt al die mensen die het lenen niet uit, want die weten het niet. Maar ja, iedereen ziet bij hun. Want die denkt van, ja, nu lijkt niet alsof ik echt een Lambo heb. Terwijl, ja, er zijn maar mensen die een beetje kennis van hebben, die weten, oh, het is met 5, dan is hij dus geleend. Terwijl als het met 2 is, dan weet je, oh, het is van niemand. Want dat is, zo'n plaat kost al €100.000 bij zo'n spreken, zo'n kentekenplaat. Hey, leren jullie ook nog wat op deze dag? Schitterend! Ja, ik vind dit echt heel maagd. Hop, en nog een gassen. Ja hoor. Hoppa! Kijk, deze tot Nick op hei is dit niet per se een domme gast. Net zoals die Mees Wijnand, die is gewoon helemaal gehersens. Die is letterlijk gehersenspoel. Nou, had je Nick op hei, nou die is echt, nou ja, die weet oprecht niet wat 4+4 is. Dat, ja, gewoon vervelend. Maar ja, daar zou ik geen cryptocursus van kopen. En dan heb je nu dus deze gast. Ik weet nog niet wat hij verkoopt, maar hij verkoopt sowieso iets. Anders maakt hij zo'n video. Op mijn kanaal, mijn naam is Mike Buiten. In deze is hij ook helemaal niet meer in Dubai. En ik wil ten eerste zeggen, vergeet de persoon die jullie eerst gezien hebben. Want de afgelopen 3 jaar heb ik mijzelf zo erg ontwikkeld dat ik anders denk, dat ik anders handel, dat ik andere dingen doe in het leven en dat mijn lifestyle compleet is veranderd. Op het moment run ik nu 2 bedrijven. Hij rijdt hier gewoon door een of andere Phoenixwijk. Hij rijdt nu weer voor mij in een Volkswagen. En net zit je dan helemaal gaaf te doen met Lamborghinis en dingen en zo. Terwijl nu rij je in een Volkswagen. En ik ben niet van mening dat je niet een succesvolle business kan hebben. En in een Volkswagen kan rijden, dat kan best. Maar waarom wil je dan zo graag laten zien dat je een Lamborghini kan huren? Wat boeit dat? Waarom? Werk zijn naar minimaal €1 miljoen omzet per maand. Minimaal. We reizen de wereld over. We werken dag en nacht. 1 miljoen omzet. Per maand. Ik doe op het moment dus ondernemen. Okay. En dit is wat bij mij past. En ik doe ondernemen. Dit is ook de reden dat ik dus gestopt ben met YouTube. Ik vond het naarmate de tijd niet meer bij me passen. Ik vond het niet meer leuk. Ik kreeg andere doelen. Ik kreeg een andere... Ja, dat kan prima. Als je YouTube niet meer leuk vindt, niet meer bij je vindt passen, moet je ermee stoppen. Daar ben ik het wel mee eens. Mike, tot nu toe heb je nog geen hele rare dingen gezegd. Tijd voor wat nieuws. En voor alle mensen die denken dat ik nog ga rennen door Amsterdam. Ja. Nee, abonneer op dit kanaal, want dat is niet meer wat er gaat gebeuren. Laat in de comments weten wat jullie ook willen zien. Want dat soort video's gaan wij ook gewoon maken. Oké, dus we gaan niet meer naar Amsterdam rennen. Dus nee, abonneer. Als je dat wil, als je het wel wil zien. Laat in de comments achter wat je moet maken. Het is echt leuk dat iemand komt en gaat naar Amsterdam rennen. Je bent fan saai nu. Nou, ik moet zeggen, je had 4 ton views. En nu 1,5k, 2,7k, 3,7k, 5,8k, 4,4k. Oh, je gaat keihard, ouwe. Kijk, en dan trekt toch die Q&A met mijn vriendin. Dit is niet mijn vriendin trouwens, dit. Vermogen. Mike's vermogen. Hij heeft... op zijn bank. Net zoals Jade, dat zie je heel leuk in die vlogs. Ja, moet ik toch even die voorbeeld erbij pakken. Maar waarom ga je in een gehuurde auto een Q&A opnemen? Ik begrijp het gewoon niet, ik snap het gewoon niet. Ik heb ook nog geen zin om te zien trouwens. TikTok! Nee, dat is mij! En vandaag! Wat vind je van deze transitie? Wat zie ik hier? Ik vind het altijd een beetje raar, maar dat zou ook aan mij kunnen liggen. Ik vind het altijd een beetje raar als mensen fan-ads van zichzelf maken. Ik vind dat altijd een beetje ongemakkelijk ook zo om naar te kijken. Dat ze dan soort van zelf opdrukken en dan dat in een soort van met een soort sexy muziekje eronder. Ja, ik weet niet. Ik vind dat... Ik zie hier nu een TikTok. Wat denk je over de huidige economie? Nou, boeit mij het wat Mike Buiten denkt over de huidige economie. Daaronder staat, deelname aan deze activiteit kan ertoe leiden dat jij of anderen gewond raken. Nou, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we gaan het zien. Kat, hoe denk jij over de huidige economie en wat er in de toekomst gaat gebeuren? Dat is een vriendin die dat vraagt. Zijn vriendin stelt de vragen. Huh? Nou, dus de vraag heeft hij zelf bedacht. En dan zegt hij, oké, je moet nu dit vragen. Dus zij, POV, met de camera vrouw van Mike Buiten. Hoe denk jij over de huidige economie en wat er in de toekomst gaat gebeuren? Ja, hele goede vraag. Deze vraag die krijgt... Hele goede vraag. Huh? Die vraag, die vraag verzint zelf, die gozer. Ja, hele goede vraag. Deze vraag die krijg ik ook vaker. Luister, niemand vraagt aan Mike Buiten hoe wat er met de huidige economie. Echt niemand vraagt. Echt niemand. Er is nog nooit iemand in deze wereld geweest die ook maar gedacht heeft. Laat ik aan Mike Buiten vragen hoe het met de huidige economie gaat. Maar wel een goede vraag. Bedacht door hemzelf. Gesteld door zijn vriendin. Ik denk dat de meeste mensen niet beseffen hoe slecht het al is tot op een level waarop. Hoe slecht het al is tot op een level waarop. Wij het beseffen, om het zo maar te zeggen. Oké, ik denk dat het slechter en slechter gaat worden. En we hebben nog niet door hoe slecht het al is. Om totale controle. Alle transacties bijvoorbeeld boven de 100 euro. Boven de 100 euro. Wil die gekke mevrouw gaan. Die gekke mevrouw traceren. Ik weet niet welke gekke mevrouw. Van de bank. Van de belastingdienst. Bij de belastingdienst werken echt letterlijk 5 mensen. Die gaan het in ieder geval niet doen. Ik zou je trouwens wel vertellen, Mike. Elke transactie die gedaan wordt, wordt al gecontroleerd. Maar wel door een computersysteem. Maar hij wordt al gecontroleerd. Dus niet per se door een gekke mevrouw. Ik denk ook dat het onmogelijk is. Ik denk, al heb je zeg maar iedereen in heel Nederland die je gaat lopen traceren. Dan heb je misschien genoeg mensen. Maar anders gaan een gekke mevrouw echt niet jouw transactie van boven de 100 euro zelf traceren ook. Traceren? Controleren bedoel je? Gaan traceren en vragen waar het vandaan komt. Oh nee, hij bedoelt wel traceren. Vragen. Dus we gaan bij elke transactie. Komt er een vrouw die elke transactie boven de 100 euro is het van. Ja, waar komt het vandaan? Nou ja, van mijn rekening. En we gaan naartoe. Naar de rekening waar ik het overgemaakt heb. Oh, like het k***. Met de bankzitteraccount. Nee, ik heb mijn bankzitteraccount. Sorry jongens. Al het cashgeld wat jij momenteel bezit en wat je gespaard hebt. Ja. Het wordt echt ziekelijk minder waard. Ja, dat inflatie. En we gaan gewoon naar een complete wereld. Waarin je gewoon bijna geen vrijheid meer hebt. We gaan een wereld zonder vrijheid, oké. Je zal alleen maar minder vrijheid gaan hebben. Oké. Je hebt steeds minder opties. En als jij nu bijvoorbeeld iets voor jezelf wil gaan doen, is dat nog relatief makkelijk. Oké, dus je moet wat voor jezelf gaan doen. Ja, de Matrix jongens. Het zal alleen maar moeilijker worden, zal er alleen maar meer controle zijn en meer gezeik komen. En ja, dat is hoe ik er momenteel naar kijk. Dus als je jezelf goed wil positioneren en zeker wil zijn van jouw toekomst, dan is nu de kans. En niet later. In ieder geval goede vraag, mooi uitgelegd. Wat een bullshit verhaal. Mensen, wat ik hier nog zie. Ik durf echt mijn geld erop in te zetten. En ik zweer het je, en ik zie dit. Nou, ik weet niet wat ik meemaak. Dit is toch een greenscreen waar hij voor staat? Ben ik nou gek? Hij staat toch 100% voor een greenscreen hier? Ja, 100%. Kijk dit. Ja hoor. Die bent daar voor een greenscreen in Dubai. Nou, zo. Schat, wat vind jij het positiefste aan ondernemen? Het positiefste? Nou, hij denkt van, jezus jongen. Mijn vriendin is echt een domme taart, denkt hij. Ik heb opgeschreven, schat, dan vind je het meest positief aan ondernemen. En ze zegt het positiefste ook. Tjonge jongen, denkt hij. Het is ook ongelooflijk. Hele goede vraag. Hele goede vraag. Fantastisch bedankt. Die vriendin is echt slim. Behalve dat ze positiefste zegt. Maar voor de rest is super slim. Nummer 1 is de vrijheid. Hij staat gewoon voor een greenscreen. Hij staat gewoon voor een greenscreen. Je ziet er zo nep uit. En dat ook... We kunnen dus letterlijk overal werken waar we willen. We zijn nu bijvoorbeeld in Dubai. Dat is super nice. Nee, je bent helemaal niet in Dubai. Je liegt. Ja, dit is zo'n greenscreen. Dit is 100% een greenscreen. Kijk, dit is geen greenscreen. Hier is hij wel. Schat, hoe stop je met een verslaving? Hele goede vraag. Nu beweegt hij wel. Is dit geen... Dit moet toch een greenscreen zijn? Ik ben ervan overtuigd dat het een greenscreen is. En als het niet zo is, dan mag hij het mij vertellen. Schat, hoe denk jij over een 9 tot 5? Het is toch ongelooflijk dat hij zijn vriendin... Die vriendin wordt ook meegesleept en die wil waarschijnlijk helemaal niet. Hoe denk ik over een 9 tot 5? Nu gaan heel veel mensen waarschijnlijk goed luisteren. Nee, maar... Wat een royalistic lach. Voordat ik daar antwoord op ga geven, wil ik zeggen, als jij zelf gekozen hebt voor de 9 tot 5, heb je daar oprecht alle respect voor. Want die mensen hebben nodig in de economie. Kijk. En als jij dat ook leuk vindt, heb ik... Hé, luister, je kan niet net je vriendin, dat zij positieve zeggen en jij zei het meest positieve. En dan dat je hier zelf een spel van maakt, als jij het ook leuk vindt zonder DT. Dat kan niet. Schat, heb jij altijd een plan B gehad? Ah, goeie vraag. Die vent zijn gewoon overal goede vragen op. Het is ongelooflijk. Ah, goede vraag. Je verzint de vragen zelf. Dat is echt heel raar om aan te zeggen goede vraag. Dat is echt heel vreemd. Hetzelfde als ik aan het eind van deze video zeg van bedankt voor het kijken. Goeie video, Koen. Doe ik ook niet. Schat, hoe ga jij met je geld om? Hoe ga ik met mijn geld om? Dat is een vermeertje. Mooi man. Wat is daar zo lastig aan? Wat is daar zo lastig aan? Goeie vraag. Kijk. Er zit wat op je lens trouwens. Ik zeg het toch even. Goeie vraag. Hij zegt gewoon weer goede vragen. Ik krijg het herpes van deze vent. Iedereen is natuurlijk anders. Klopt. En iedereen moet ook op zijn eigen manier met zijn geld omgaan. Ja. Maar stel dat jij meer geld wil verdienen, ja. En dat jij meer geld op je rekening uiteindelijk wil krijgen, ja. Dan wil je ervoor zorgen dat je sowieso minimaal 80% investeert ten alle tijden. Ja. Oké. Je wil niet meer dan 20% gaan spenden. Nee. Want dan ben je eigenlijk aan het spenden om rijk te lijken. En dat is iets wat je juist wil. Ja, je wil niet spenden om rijk te lijken. Kijk, dat doet hij niet. Hij zit hier in een Lambo met een Rolex om, volgens mij. Wil niet spenden om rijk te lijken. Kijk, als je een Rolex koopt, kan ik nog enigszins begrijpen. Want dat heeft ook nog wel waarde of zo. En dat snap ik wel, een soort van trofee of zo. Maar dat je een gehuurde Lambo hebt, dat slaat echt helemaal nergens. Dat doe je echt alleen om rijk te lijken. Waarom denk je dat kanker überhaupt... Oké, deze man gaat het ineens hebben over kanker. Of huidkanker of whatever, zoveel voorkomt tegenwoordig. Omdat de zon, de ozonlaag gaat helemaal naar de tyfus, waardoor de zon, de UV-straling veel sterker wordt en dat je daardoor huidkanker krijgt. Maar hij zou vast een andere theorie hebben die hij ons nu gaat vertellen. Komt door die telefoon. De telefoon? 24/7 in jouw zak zit, bro. Doordat een telefoon 24/7 in je zak zit, krijg je huidkanker. Wat? Hé? Het komt gewoon door de zon, vriend. Dat is gewoon bewezen. Het is gewoon wetenschap. Maar oké, wat is zijn nou? Huidkanker, teelbalkanker. Dat is het meest voorkomende tegenwoordig. En dan heb je mensen die zeggen, ja, maar dat komt ook door de zon. Nou, ik bijvoorbeeld. Bro, 1000 jaar geleden liepen we de hele dag in de zon en toen had niemand kanker. Waar de fuck praat je nou over? Maar dit meet hij toch niet? Mike, ik zou je wat vertellen. Het feit dat we nu weten dat we kanker hebben, betekent niet dat er vroeger geen kanker was. Alleen was het toen gewoon van, oh, hij is ziek, hij is dood, doei. En wisten ze niet of iemand huidkanker had, longkanker, teelbalkanker, de tyfus, de blauwe pest, de... weet ik het allemaal. Het was gewoon, hij is ziek, hij is dood. Zo werkte dat vroeger. Het is niet zo omdat het nu dan, dat er nu een naam aan gegeven is dat het daarvoor niet bestond. Zo werkt het niet. Zo werkt het gewoon niet. Dit is echt, ik denk dat dit de allerdomste tekens die ik mijn hele leven gehoord heb. Dit is zo dom dat ik hem nu toch schaal naast Nick op hei. En dat is echt heel erg, want Nick op hei, die kan zijn eigen naam niet spellen. Als je die game moet spelen... Oké, die game, welk game? Kaasje. Trouwens mensen, voor de Kaasje-spelers onder ons, ik heb goed nieuws. Op iOS en op Android is een nieuwe Kaasje-update uit. Met een nieuwe wereld, de slijmwereld. Download Kaasje. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Harken. Oké, eerst harken. Dan ga je het multiplyen. En dan ga je het verspreiden in assets. Nou, precies wat ik gedaan met Kaasje. En dan heb je de game uitgespeeld. Nou, dan heb je Kaasje niet uitgespeeld hoor. Nee. Dat heb je pas in level 100 gehaald hebt. Nou, ik ben benieuwd hoe Mike het zelf speelt. We gaan naar de website van Mike. De website heet Mike Buiten. Nou ja, dat is prima. Dropship coaching. Ja, het is toch weer ongelooflijk. Is het weer een bol.com typisch dropship coaching? Het is echt ongelooflijk. Het zijn allemaal stories van geld wat hij verdient heeft. Ja, ik kan het niet lezen. Ik kan ook niet inzoomen. Dus ik sla het maar weer op. Hi, Mike, ik zit al een tijdje bij jou in traject en ben je echt fucking dankbaar. Ik struggelde eerst heel erg met geld en moest veel betalen. Ik moest hoe dan ook geld gaan verdienen. En door jou hoef ik nu niet meer te stressen om geld. Ik hou echt van je, bro. Je hebt zo goed geholpen. Ik ben echt heel dankbaar. Zou dat echt reviews zijn, mensen? Zou best kunnen. Kijk, hier kan ik niet bewijzen dat het niet echt is. Dus het zal misschien best wel echt zijn. Zou best kunnen, ja. Ja. Zeg maar, deze pagina zijn website is één pagina. Hoe koop ik het überhaupt? Waarom werkt dit zo slecht? DM mij op Instagram. En dan contact met je opnemen om te kijken of je geschikt bent. Ja, want daar zou hij echt heel erg streng in zijn. Maar ik zie hier dat hij 5 sterren heeft op Trustpilot. Dat is wel ziek. 4,9. Ik ben hier dus even doorheen gegaan, omdat ik dacht, dit is wel... 4,9 is echt heel hoog. Zeg maar, als je het faked, is het niet handig om zo hoog te doen. Want ja, dan lijkt het overduidelijk fake. Want dit is veel te hoog. Dus ik ging kijken naar de 1-ster review. En de 1-ster review staat... Je moet een goede review achterlaten om het tweede deel van de cursus te ontgrendelen. De cursus is ook niet per se beter dan andere cursus. Het is gewoon een basiscursus. Mensen doen tegenwoordig wat om aan geld te komen, haha. Dat klinkt niet best. Dus om een stuk cursusvrij te spelen, moet je een positieve review achterlaten. Ze hebben erop gereageerd. Willen bedanken voor je review. Vind het uiteraard jammer om te horen dat je zo voelt. Toch klopt dat niet helemaal. Er wordt namelijk gevraagd of dat je de course die je gekocht hebt eerlijk te beoordelen. Niemand verplicht je namelijk om een positieve review te plaatsen. Anders zouden we het geen beoordeling noemen namelijk. Ja. Vast en zeker. De review mag dus ook negatief zijn. Als cadeau voor een positieve of negatieve review geven we je wel een cadeau. Ja, als cadeau voor een positieve of negatieve review geven we je wel een cadeau. Een vernieuwde cursus die normaliter los verkocht wordt en niet in de verkoopprijs inbegrepen zit. Dus je krijgt een cadeau als je een review plaatst. Als ik dan even verder kijk op de website van Trustpilot staat hier om reviews vragen. De website van Trustpilot, hè. Dit is dus hun regels zijn dit. De richtlijnen voor bedrijven. Mike, luister even mee. Wanneer je klanten uitnodigt om een review achter te laten, moet je dit doen op een eerlijke, neutrale en onbevooroordeelde manier. Reviewers kunnen gevraagd worden om een referentienummer wanneer ze een review publiceren, zodat we ervaring kunnen achterhalen. Bied geen incentive aan, zoals kortingen, spaarpunten, loyaliteitspunten, geschenken. schenken coupons, verwijsbonussen wanneer je om reviews vraagt. Ja, kijk, ik kan het voor jou nog even aanpassen. Bied geen incentives aan, zoals onder meer kortingen, spaarpunten, loyaliteitspunten, een tweede deel van je pauper dropship cursus, geschenken, coupons en verwijsbonussen wanneer je om reviews vraagt. Hopelijk is het nu duidelijk. Trustpilot zou deze hele pagina down kunnen halen, omdat geen één review gegeven is op basis van dat ze echt tevreden zijn, maar alleen maar wat ze een tweede deel van een cursus krijgen. En ondanks dat je positief of negatief mag achterlaten, gaat niemand negatief achterlaten, want ze denken, ja, ze kijken aan die cursus niet. En je weet ook niet per se of het tweede deel slecht is, want dat heb je nog niet gehad. Je hebt eigenlijk een soort van review voor een deel wat je nog niet gedaan hebt. En je denkt, ja, ik ga maar positief zijn, want anders krijg ik die cursus niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat Sam, die deze reactie heeft geplaatst, uiteindelijk die cursus nog heeft gekregen. Zowel Sam, laat het even weten. En mensen, wat vinden we hiervan? Santi, 1 review. Yannick Schrouwen, 1 review. Thijs Deel, 1 review. Jatli, 1 review. Jarvin, 1 review. Bro, hey, 2 reviews. Hey, ho eens even. Brett, 1 review. Rick Meijer, 1 review. Rick de Best, 1 review. Allemaal mensen met maar 1 review. Laten we erop houden dat ik het verdacht vind. Dus mensen, als je zoiets ooit koopt, waar ben je mee bezig? Holy shit. Ik ben op dit moment bezig met een video te maken met al die dropship shit bij elkaar. En dan stuur ik jullie allemaal gratis. Ik stuur jullie allemaal gratis. Het interesseert me geen reet. Kijk, dropshippen is echt kut. Het is echt kut voor iedereen. Voor de klant is het kut. Voor jou is het kut. Want er komen heel veel mensen met vragen en toe heb je echt geen zin in. En geloof mij alsjeblieft, als het echt zo weinig tijd zou kosten om een dropship bedrijf te starten, dan had Mike zelf wel 100 dropship bedrijven gestart en daar zijn geld mee verdiend in plaats van die pauperige cursussen verkocht. Ik hoop jullie het leuk vonden. Hou je telefoon uit je broekzak. Voor je weet heb je huidkanker. En ik zie jullie bij de volgende video. Like deze video en tot later. Zo. Goeie video, Koen.